17 december wordt een gedenkwaardige dag in de Nederlandse weerhistorie. Ongemeen veel sneeuw in Groningen, Friesland en ook in Drenthe. Ik hoorde vanmiddag bizarre sneeuwhoeveelheden langskomen tot wel 66 mm in de omgeving Emmen in Drenthe. Maar goed, deels is die sneeuw opgewaaid tot plaatselijk meer dan 1 meter hoogte. In het algemeen ligt er in de omgeving van Drachten in Friesland en ook in de regio Drenthe in de omgeving van Roden zo'n 30 tot 40 centimeter sneeuw. Nou, die sneeuw is dus zeg maar vlak gevallen, dus die is niet opgewaard. Nou, ik sluit niet uit dat er tot bijna een halve meter kan vallen totaal. En ik denk dat die sneeuwhoogte vanavond op een enkele plaats kan worden gemeten. Dus moet je nagaan, een halve meter van dat witte goud. Later op zaterdag en ook zondag verwacht ik een nieuwe bak met sneeuw en met name in die gebieden waar al zo ontzettend veel ligt. En dat betekent dat het mogelijk is dat we zondag het all-time Nederlandse sneeuwrecord gaan verbreken. En dat betekent dus gewoon dat er in Noord-Nederland cumulatief, dus allemaal bij elkaar opgeteld, tussen de 55 en 65 centimeter sneeuw kan vallen. En dat betekent dat plaatselijk in Noord-Nederland cumulatief zo'n 55 tot 65 centimeter sneeuw kan liggen. Nou, dat zijn natuurlijk onvoorstelbaar grote sneeuwhoeveelheden. Ten slotte nog even een korte vooruitblik. Waarschijnlijk blijft het de hele volgende week koud en groeit de kans op de door mij ook op televisie verkondigde witte kerst. Op de vrijdag volgt een update hier op Zizo.biz en dan ook meer over de eventuele zeer strenge vorst in de nacht. En dan gaat het over de nachten richting zaterdag of richting zondag. Dan zijn temperaturen mogelijk plaatselijk boven die intens dikke sneeuwlaag van min 17 graden. Het is dan wel zaaks dat het goed en uitgebreid gaat opklaren. En tot zover het Zizo weer. Morgen meer informatie.